Het belangrijkste wat er op een school moet gebeuren is het introduceren van een dagelijkse leescultuur op school, waarbij de omgang met boeken een dagelijks iets is, heel gewoon wordt gevonden. Niet iets heel celebraals of feestelijks of projectachtigs. Juist iets heel gewoons. Wij vinden lezen de gewoonste zaak van de wereld. Wij doen het allemaal. Ik lees eigenlijk niet zo heel veel. Ik lees mijn WhatsApp en zo. Ik vind het heel erg saai. Eigenlijk lees ik heel veel, alleen dan zijn het geen boeken. Ja, gebouwsaanwijzing of zo. Het is meer op mijn telefoon dat ik lees. Het is niet echt lezen. Nee, het is wel lezen, maar niet lezen als... Ja. Maar het is allemaal niet goed Nederlands hoor, wat ik dan lees. Het is allemaal afgekort en... Lezen vind ik echt bladzijden vol woorden lezen. Dat vind ik wat meer lezen. Als groep kun je zeggen, is de VMBO-leerling een leerling die minder taalvaardig is dan de leerlingen in de hogere types onderwijs. Waar ze heel erg tegen aanlopen, en dat blijkt uit allerlei onderzoek, is het lezen van teksten. Kijk, gesprekken voeren, dat vinden ze geen enkel probleem, want dat doen ze de hele dag door. Met leerkrachten, met elkaar. Maar het lezen van teksten is echt een probleem. En dat betekent dat zij ook de leerstof niet goed tot zich kunnen nemen, omdat ze de teksten niet goed begrijpen. Nou, ik lees soms wel op Facebook dingen of zo. Gewoon, letters van dingen, ja. Betekent soms ook dat ze de instructie van de docent niet goed begrijpen, omdat ze niet goed begrijpen wat er wordt bedoeld met een opdracht. Dus die begripsvaardigheid, het begrijpend lezen van een tekst, en daar maakt woordenschat dan weer een heel belangrijk onderdeel van uit. Hè. Ken je alle woorden die daar gebruikt worden? Dat zijn eigenlijk de twee dingen waar het heel erg om draait. Er zijn natuurlijk ook wel leerlingen die heel slecht spellen, dat zou ook kunnen. Maar dat belemmert niet het totje nemen van leerstof. Ik denk niet echt dat je als je een boek gaat lezen, dat je dan beter wordt of zo. Totaal niet. Je leest elke dag, dus lezen is heel belangrijk voor je. Anders weet je niet wat ergens voor staat of wat het betekent. Anders heb je op school eigenlijk helemaal niks aan. De taal in authentieke gesprekken is eigenlijk best vrij armoeig. Wij gebruiken niet zoveel woorden als wij met elkaar praten. En onze zinnen zijn ook vrij eenvoudig. En zodra je een boek oppakt, of het nou een informatief boek is of een roman, dan zie je in één oogopslag, dat is een heel andere wereld. Neem dit boek nu bijvoorbeeld, De Perfecte Misdaad. Dat is uit de serie Boeken Boeien. Die serie is speciaal geschreven voor kinderen met een laag taalniveau. En daar hebben ze heel specifiek woorden in opgenomen waarvan wij belangrijk vinden dat kinderen die leren. En dat zijn zogenoemde schooltaalwoorden. Ik zal je een voorbeeld geven. Bij de hoofdpersoon komt iemand op bezoek en die zegt dan, met een lief stemmetje, voor de kleine bijdrage van 3 euro per week redt u de Aziatische tijger. Nou, dat woordje bijdrage is dan cursief gespeld. Dat betekent dat je het achterin kunt opzoeken in de woordenlijst. Maar de context is ook zodanig dat dat eigenlijk niet eens hoeft. Want een bijdrage van 3 uur per week, daar kun je aan zien, het is kennelijk een bedrag. Hè? En het is een klein bedrag, een kleine bijdrage. Dan staat daar verderop, 3 euro per week, dat is een bedrag van 156 euro per jaar, had Abel gedacht. Dat is geen kleine bijdrage meer, dat is een aanzienlijk bedrag. Met andere woorden, aanzienlijk is kennelijk niet klein. Nou, die woordjes bijdragen en aanzienlijk, dat zijn typisch van die schooltaalwoorden waarvan we zeggen, die moeten alle kinderen leren. En dit is een prachtige context om die woordjes te leren. Voor je ontwikkeling kan het goed zijn. Is het misschien ook wel. Het maakt je slimmer, denk ik. Ik denk dat lezen wel belangrijk is, ook voor het examen. Want je krijgt ook hele lange teksten. Ja, vrij lezen is ontzettend belangrijk. Want we weten uit jarenlang onderzoek naar vrij lezen dat dat een positief effect heeft op eigenlijk de totale taalontwikkeling van kinderen, maar ook van volwassenen overigens hoor. Ook jij en ik leren een hoop van taal door boeken te lezen, door in onze vrije tijd te lezen. Nou, er is onderzoek gedaan aan de Universiteit Leiden. Adriana Bus en Suzanne Mol hebben dat gedaan. Die hebben al het onderzoek naar dit onderwerp op een rij gezet. En dat is echt een hele hoop onderzoek. Dat zijn bijna 100 onderzoeken. En die hebben daar één maat voor gevonden. En die maat hebben ze toegepast op al die verschillende onderzoeken. En daar blijkt zonneklaar uit dat leerlingen van tussen de 8 en de 18 jaar, zeg maar, zo ongeveer, dat als zij veel lezen in de vrije tijd, dat zij op al deze maten veel en veel hoger scoren dan leerlingen die weinig lezen in de vrije tijd. Dus eigenlijk wordt de waarde van vrij lezen voor de taalontwikkeling wordt eigenlijk door niemand meer bestreden. Dat is zo zonneklaar
Het is heel belangrijk om die taalontwikkeling aan te jagen. Als je dat zelf heel leuk vindt om in je eigen tijd te doen, dan moet je het gewoon doen, denk ik. Als je het lezen leuk vindt, moet je vooral gaan lezen, denk ik. Cool. Ik weet niet of het cool is. Onder vrij lezen verstaan we een manier van lezen waarbij leerlingen volstrekt de vrije keuze hebben om te lezen wat ze willen. Dus dat doet een beroep echt op de intrinsieke motivatie van kinderen bij het maken van hun keuze. En we weten dat als je helemaal vrij bent om je keuze te maken, dat je op een andere manier leest. Je bent meer betrokken, je bent ook meer emotioneel betrokken en je steekt er dus ook meer van op. En dat is iets heel anders dan het lezen voor een vak of het verplicht lezen voor een literatuurlijst. Dat is opgelegd en dat voelt anders, je beleeft het anders. En het levert dus ook minder op als het gaat om die motivatie en zelfs ook voor de taalontwikkeling. Ik lees nu een boek, ik was 12 en ik fietste naar school. Blauwe plekken. Buitenzinnen. De Zwarte Stad. Ja, gaat over een jongen en die smokkelt drugs mee naar het buitenland en dan wordt hij gepakt. Dan heeft ze 's nachts met iemand afgesproken en dan wordt ze gewurgd. En dan komt hij in een Marokkaanse gevangenis. Het ging over een meisje die werd mishandeld door de moeder. Amber die ontmoet een jongen die heet Leon en dat is meer eigenlijk een beetje een player. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog en dat sprak me heel erg aan hoe mensen daar leven. Ik ben zelf ook Joods, dus het is wel leuk om het een beetje te kijken hoe het allemaal gaat, hoe het allemaal is gegaan vroeger, zeg maar. Leerlingen hebben het meest profijt van dat vrije lezen, als ze A, veel lezen, want dat maakt veel uit, leeskilometers maken. B, gevarieerd lezen, hoe meer verschillende dingen, hoe meer verschillende contexten om die taal tot je te nemen. En C, op een goed niveau. En dat betekent, het moet wel lekker uitdagend zijn. VMBO-leerlingen die aangeven dat ze lezen niet zo leuk vinden, om die weer aan het lezen te krijgen, of überhaupt aan het lezen te krijgen, daar is wel wat voor nodig. En zou je zo'n vraag stellen aan de internationale leesguru Aidan Chambers, een beroemdheid op dit gebied, dan zou die zeggen, nou, je hebt in ieder geval drie dingen nodig, en dat is materiaal, goede boeken, boeken die boeiend zijn voor kinderen, maar ook boeken die kinderen een beetje boven hun eigen niveau uit kunnen tillen. In de tweede plaats tijd om te lezen. Tijd om die boeken te lezen, niet alleen buitenschooltijd en thuis, maar ook op school. En dat zou betekenen dat vrij lezen een plekje moet krijgen op het rooster. En ten derde, gesprekken over boeken. En dat betekent dat docenten met leerlingen in gesprek gaan over de dilemma's die in boeken voorkomen, de literaire aspecten, de beleving van zo'n boek. Je gaat je verplaatsen in de hoofdpersoon. Dan denk je van, oh, dit heb ik misschien ook wel meegemaakt, of dat is gewoon leuk. Wat is er dan precies nodig in didactische zin in de klas? En dat is ook een belangrijke vraag, want op veel scholen wordt nog steeds verplicht gelezen en worden ook lijstjes gehanteerd en moeten vragen beantwoord worden. Nou, dat zijn voor veel leerlingen geen motiverende manieren om met lezen om te gaan. Dus als je kinderen meer vrijheid geeft, meer keuzevrijheid, dan draagt dat zeker bij aan hun motivatie om een boek te gaan lezen, als ze zelf die keuze kunnen maken. Maar iets anders is bijvoorbeeld ook, je moet ook een boek weg kunnen leggen. Je moet ook kunnen zeggen, ik wil het niet meer lezen, ik lees het niet uit. En dat is ook zoiets heel eenvoudigs waar we wel eens aan voorbij gaan. Maar ik doe dat zelf ook. Als ik een boek niet interessant vind, of niet boeiend of slecht geschreven, leg ik het terzijde. Nou, dat zijn ook van die dingen die daarbij horen. Dus leerlingen keuzevrijheid bieden is één ding, maar ook leerlingen de kans geven om een gevoel van competentie te ontwikkelen. Ik kan wel degelijk een boek lezen. En dat betekent ook weer leerlingen begeleiden in de keuzes die ze maken, feedback geven op wat ze gelezen hebben en met die leerlingen echt in gesprek gaan. Het persoonlijke in een relatie tussen docent en leerling is heel erg belangrijk als het om lezen gaat. Ik ben geïnteresseerd in wat jij leest en wij hebben samen gesprek daarover. Dus dat relatieniveau is daar ook belangrijk. In het begin dacht ik ook van ja, lezen, waarom moet ik lezen nou? Toen had iemand verteld van ja, lees het boek, het is echt een leuk boek. Nam ik dat aan, ik had het boek gelezen en ik vond het inderdaad een leuk boek. Toen was ik meer geïnteresseerd om te lezen. Maar meestal als je de achterkant leest, dan ja, dat is echt niet genoeg. Je moet meestal wel een stukje lezen of eerst in het midden een stukje lezen voordat je echt weet van nee, dit is wel echt een spannend boek. Ja, de rol van de mediatheek op school is ontzettend belangrijk, want de nabijheid van goede boeken bepaalt heel erg of kinderen wel of niet een boek oppakken om te gaan lezen.
Ja, de mediatheek verkeert natuurlijk wel een beetje in een dilemma wat de collectie betreft. Aan de ene kant moeten ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in het referentiekader als het gaat om het fictieonderwijs. Dus sommige dingen moeten nu eenmaal. Bovendien zijn er zaakvakken op school die ook bepaalde wensen hebben voor materiaal dat in de mediatheek aanwezig moet zijn. Dus sommige dingen moeten, maar er zouden ook een heleboel dingen aanwezig kunnen zijn die mogen. En voor de dingen die mogen, die niet verplicht zijn, zou je veel meer je oren moeten laten hangen naar wat willen kinderen nu eigenlijk zelf. En dan, zijn daar instrumenten voor om dat te achterhalen bij kinderen. Wat willen ze nu eigenlijk? We hebben een monitor in ons programma De Bibliotheek op School, waarbij je precies in beeld krijgt wat vinden leerlingen op deze school in leerjaar 2 interessant om te lezen. En zelfs nog gescheiden ook voor jongens en meisjes. Dus dat zijn prachtige gegevens om je mediatheek mee, de collectie van je mediatheek mee aan te passen. Er zijn natuurlijk ook scholen die hebben helemaal geen mediatheek. En dan ben je aangewezen op de bibliotheek. Dus dan is het zaak dat die school een samenwerking aangaat met de bibliotheek, waardoor leerlingen toch aan hun trekker kunnen komen. En dat kan gaan via digitaal lenen. Er zijn speciale programma's voor. Dan worden de boeken gewoon de school ingebracht. Leerlingen doen een bestelling via het internet en de boeken worden langsgebracht. Maar er zijn ook collecties die geleend kunnen worden. Er zijn allerlei manieren om uit die openbare bibliotheek toch boeken de school in te krijgen, zodat die leerlingen toch zoveel mogelijk aan hun trekker kunnen komen. Beschouw dat vrij lezen echt als iets dat losstaat van het fictielezen. Het fictielezen, daar stel je bepaalde eisen aan. Dat moet ook, vanwege het referentiekader waarin dat allemaal in is uitgespeld. Maar daarnaast heb je het vrij lezen en daar stel je absoluut geen eisen aan. Eigenlijk is het enige doel wat je daarmee hebt, dat kinderen meer gaan lezen en meer plezier hebben in het lezen. Maar dat ga je niet becijferen. Lezer? Ik ben niet echt een lezer. Ik lees alleen omdat het van school moet. En dat mijn begrijpend lezen dan ook veel beter wordt. Maar als het aan mij ligt, zou ik niet echt thuis boeken gaan lezen, nee. Nou ja, ik ben niet echt een lezer, maar als ik echt een goed boek heb, dan wil ik hem wel lezen. En dan spreekt het me ook wel aan, maar anders ga ik niet door mee. Ja. Dat taalbeleid zou eruit moeten bestaan dat je structurele maatregelen hebt in de school die te maken hebben met het vak Nederlands, dus gewoon taal, het taalonderwijs. Die te maken hebben met het taalgebruik in de andere vakken. Niet alleen het taalgebruik, maar ook hoe gaan we om met bijvoorbeeld obstakels die kinderen kunnen tegenkomen in teksten. VMBO-leerlingen komen dat veel tegen. Dus dan gaat het er ook om hoe ga je om met taal in vakken als techniek enzovoort. En ten derde gaat het erom wat doe je voor extra dingen voor kinderen die echt zwaar uitvallen op taal. Dus wat voor extra maatregelen heb je in de vorm van steunlessen of voorzieningen na schooltijd. Om te zorgen dat de zwakste broeders toch nog de mogelijkheid krijgen om die taalvaardigheid wat op te krikken. Dus taalbeleid moet altijd die drie dingen hebben. Kijk je nou naar leesbevordering als onderwerp, dan zou je kunnen zeggen leesbevordering past binnen elk van die drie onderwerpen. Want je kunt zeggen, wat doen wij met vrij lezen en het plezier van boeken binnen het taalonderwijs, het vak Nederlands. Daar wordt het ook heel vaak ondergebracht. Maar je kunt ook zeggen, wat doen wij met leesbevordering bij de andere vakken. Praat een techniekdocent ook eens een keer over wat hij leest met zijn leerlingen. Zijn er misschien boeken uit de bibliotheek of uit de mediatheek te halen die bij dat vak passen en waar ik eens een keertje wat van laat zien? En ook voor die steunlessen of welke vorm het dan ook heeft als extra ondersteuning, ook daarvoor zou je kunnen zeggen, welke vorm heeft leesbevordering daarbinnen? Maar je zou ook kunnen zeggen, we hebben gewoon nog een heel apart leesbevorderingsbeleid. We hebben het taalbeleid, dat is echt hardcore taalonderwijs, daar gaat het echt puur om de taalresultaten. We hebben ook een leesbevorderingsbeleid. Want daar verwachten we ook veel van. Net zoveel als van dat taalonderwijs, als het gaat om de taalontwikkeling van kinderen. En dan heb je dus een leesbevorderingsbeleid dat naast het taalbeleid staat als een aparte kolom, maar net zo structureel is opgezet met dezelfde type doelen en geldend voor de hele school, alle leraren, alle klassen. Nou, de grootste valkuil die ik tegenkom in de praktijk is dat de school denkt, oh, die figuur die doet dat wel met die leesbevordering. Dat betekent het ligt bij één leerkracht, één docent die toevallig zelf een enthousiaste lezer is en die een project de school binnenhaalt en dat project hangt compleet aan die ene persoon. Zolang die persoon daar is, gebeurt het dus met een beperkt aantal leerlingen. Maar er is geen sprake van een leescultuur in de school. Alles zit bij die ene persoon. En dat is een grote valkuil.
dat je denkt, oh, als we het maar neerzetten bij één figuur, dan komt het wel goed. Nee, het gaat de hele school aan. Het hele team. Alle klassen, alle kinderen. Ik had laatst wel een jongen die vroeg van, ga je al die boeken lezen? Want ik had een foto gemaakt, dat ik op Instagram gezet. En dan weet je wel, alle Harry Potter boeken op een stapel. En dan kwam hij naar me toe en zei, ga je die allemaal uitlezen? Toen zei ik, ja. Voor mij is dat er gewoon gewoon. Het simpelste wat een docent kan doen, wat ook nog eens een keer ontzettend effectief is, is de boeken die je zelf leest, mee naar school nemen en op je bureau leggen. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Leerlingen willen weten wat dat is. En die willen dat ook lezen. Dat is ontzettend effectief. Als jij laat zien, ik ben geïnteresseerd in lezen, en dat lees ik. En dan kies je die boeken natuurlijk ook een beetje strategisch uit. Dat is ontzettend effectief. En dat is ook typisch een facet van een dagelijkse leescultuur. Dat is niet een project, dat is gewoon jouw gedrag. En dat zit weer op die lijn van relaties met kinderen. Nee, niet echt. Nee. Ik hoor mensen er niet over praten, over boeken of zo, maar... Ik heb heel veel vrienden die echt totaal niet lezen. Niet eens boeken thuis of zo. Ik weet niet, ik vind het gewoon leuk om als ik een leuk boek heb, dat ik er gewoon echt enthousiast over kan praten met iemand die dat ook begrijpt. Op school niet echt. Op school, ja. Iedereen, de ene vindt lezen natuurlijk niet leuk of vindt het niet makkelijk, dan willen ze er toch niet over praten. Maar ik praat wel eens met mijn ouders gewoon een boek door, gewoon even gezellig. Ja, wat voor boek heb je gelezen? Ja, dit en dit. Nou, vinden ze heerlijk. Een andere tip die je docenten kunt geven als het gaat om dat vrije lezen, dat is geef kinderen gewoon echt daar de tijd voor. Maak daar echt tijd voor. Want dat vrije lezen, als dat niet automatisch gebeurt, dan moet dat eerst aangejaagd worden. En jij kan als docent, heb jij de ruimte om dat in je programma op te nemen. Als dat nog niet structureel gebeurt binnen de school, bij alle docenten, in alle groepen, dan kun je altijd nog zeggen, nou, ik doe het wel. Wij associëren natuurlijk voorlezen veel met jonge kinderen, kleuters. In het basisonderwijs wordt ontzettend veel voorgelezen, maar in de bovenbouw al een stuk minder. We hebben kennelijk het idee dat als kinderen zelf kunnen lezen, dat we niet meer hoeven voor te lezen. Maar docenten die ik spreek in het VMBO, die voorlezen aan hun leerlingen, die zeggen stevast, leerlingen vinden het ontzettend leuk en het heeft ook een effect. Want ze gaan vervolgens die boeken lezen waaruit ze hebben voorgelezen. Ja, een goed boek is heel belangrijk. Als je een heel saai boek al hebt en dan denk je van, nou, daar kom ik echt niet doorheen, moet je er ook niet aan beginnen. Gewoon, je moet een goed boek hebben waar jij geïnteresseerd in bent. Als je ouders een advies zou moeten geven, dan zou je zeggen, praat met je kinderen over boeken, over wat ze lezen. Zorg dat ze naar de bibliotheek gaan. Vraag daar ook gewoon naar. Hey, wat heb je nu meegenomen? Ik zag dat je vorige keer ook iets had van die schrijver. Is dat zo leuk? Waar gaat dat eigenlijk over? Zorg dat er gesprekken plaatsvinden over lezen. Zorg dat als het plaatselijke suffertje binnenkomt, dat dat niet meteen in de vuilnisbak verdwijnt, maar dat je ook zelf laat zien van, hey, ik lees dat ook, dat is interessant. Hè? Ook daar kunnen we het over hebben. Zodat er iets van een leescultuur is waarvan kinderen ook zelf voelen van, hey, ja, dat hoort bij mij, dat hoort bij ons gezin. En dat hoort bijvoorbeeld ook bij als we op vakantie gaan, hè, dan gaan er ook boeken mee. Het hoort ook bij het lezen in het weekend. Moedig dat aan. Prijs dat en zorg dat een kind zo dus ook voelt van, ja, het doet ertoe als ik lees. Wanneer ik afhaak? Nou, dat is eigenlijk niet als ik aan een boek begin, dan wil ik hem uitlezen. Als ik na 30 bladzijden denk en het wordt steeds niet spannend en ik ga dan 20 bladzijden verder en het wordt nog niet spannend en ik vind het gewoon echt niet leuk, dan ga ik ook echt niet verder lezen. Als ik het boek begin en ik heb 3 bladzijden bijvoorbeeld gelezen en het verhaal staat helemaal nergens op, dan heb ik echt geen zin meer. Wat zou een docent nou kunnen doen op het moment dat er geen mediatheek aanwezig is? Als ik docent zou zijn op zo'n school, zou ik om te beginnen mij afvragen, hoe is het met de samenwerking met de bibliotheek op onze school? Kan de bibliotheek mij helpen? Kan de bibliotheek mij adviseren? En dan gaat het over collecties, maar ook over heel specifieke adviezen bij zaakvakken bijvoorbeeld. Maar ik zou ook zelf op zoek kunnen gaan via het internet naar wat is er eigenlijk te halen. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld de Leesplein, is zo'n heel mooie site waar je precies kunt zoeken op auteur, maar ook op onderwerp. Hè? Wat wordt er zoal aangeboden voor kinderen in bepaalde categorieën? Dus ook op zo'n manier is er van alles te vinden. En dan heb je natuurlijk nog echt leesbevorderingsprojecten die je de school in kunt halen. En die soms heel nuttig zijn om het hele onderwerp even op de kaart te zetten. Om te laten zien van, hey, we vinden dit een belangrijk onderwerp. Lezen is belangrijk, leesbevordering is belangrijk. En om die dagelijkse leescultuur in gang te zetten, beginnen we met een paar van dat soort projecten.
Ja, die moeten gewoon... Ja, ik hield er eens ook niet van. Dat zeg je heel eerlijk. Alleen, nu dat ik een paar boeken heb gelezen, dan weet ik gewoon dat er ook gewoon echt leuke boeken op de wereld bestaan, zeg maar. En niet alleen maar saaie boeken van een kind of acht fietsen naar school. Of de ander zit in de klas op kou, gooit een propje in je mand, weet je wel. En ik weet gewoon nu echt dat er ook wel leuke boeken op bestaan, eigenlijk. En dat had ik eerst niet.